allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is al heel lang geleden dat ik nog een video heb gepost, maar ik ben super excited over deze. Ik weet niet of dat jullie het merk de Washi Tape Shop kennen, voornamelijk van Instagram dan waarschijnlijk, of dat jullie daar iets al op besteld hebben. Maar zij hadden mij gecontacteerd of dat zij mij enkele washi tapes mochten opsturen en dat ik eens wou kijken wat ik daarvan vond. En een mens kan nooit genoeg washi tape hebben in zijn leven. Dus daar heb ik heel graag ja op gezegd. Dus dat ga ik vandaag tonen. Ik ga ze allemaal swatchen in mijn journal. Die ga ik er al bij nemen. Voilà. Ik heb al een pagina gemaakt waarin ik ze ga swatchen. Zo, maar eerst moeten we ze natuurlijk ook gaan unboxen. Ze waren trouwens redelijk snel aangekomen. Ik heb niet super lang moeten wachten. Ik weet nog niet alles wat erin zit. Ik ben super benieuwd naar wat er allemaal gaat inzitten. Dus dat gaan we samen even ontdekken. Ah ja, die had ik wel gezegd. Dat is deze, dat is met cijfertjes. En dat wil ik dan gebruiken voor de data in mijn journal, want die dat ik had vond ik niet echt zo mooi meer. En deze vond ik een heel mooi lettertype. Dan hebben we deze. Dat is allemaal met zo van die tickets op. Kun je dat kunnen zien? Met verschillende tickets. Die is ook wel heel, heel tof. Ik ga ze er straks allemaal uitnemen en dan hierop swatchen. Dan hebben we hier een set. Een hele leuke. Deels winters. Allee, herfstig toch, als ik het zo zie. Ik zal misschien even de plastic er afhalen. Zo zien ze eruit. Ze komen in een setje. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 8. Twee brede, twee hele smalle en dan nog vier gewone. Ook heel leuk. Deze met gele accenten. Die gaan we er al even uithalen. Er staan zo gietertjes op en laarsjes en zo. Heel leuk voor zowel herfst als lente. Dan hebben we deze met bergjes op. Precies zo in de wolken. Hoe ziet die eruit? Zo wat mistig eigenlijk. Oké, dan gaan we naar het volgende laagje. De bodemlaag. Daar zitten er nog een paar in. Oeh, ook een hele leuke. Een bredere. Ook een hele leuke. Ik heb er nog geen enkele van, dus dat komt goed uit. Dan hebben we nog deze set. Ook met allemaal zo raster washi tapes. En die komen echt altijd van pas. Raster washi tapes geeft altijd heel goed in je spread, vind ik. De voorlaatste is ook een brede. Maar die is zo precies zo op oud papier. Zo op oud papier. Ook heel leuk. Zo kun je het beter zien. Nice. De laatste komt in een setje. Zwart-wit. Ook met de dagen van de week, het alfabet. En dan zo met tekstjes dat je zo woorden of zinnen daar kan uitkniepen. Dus dat is ook heel leuk. Deze zijn de washi tapes die ik heb ontvangen. Ik ga ze nu swatchen, zodat jullie ze beter kunnen bekijken. Ik ga ze natuurlijk eerst uit de plastic halen. En dan gaan we eens bekijken wat we ervan vinden. Zo, ik heb jullie even wat dichter genomen. We gaan beginnen met de meer zo oudere washi tapes. En allereerst is dat dus deze met het ticket. Ik ga eens tellen hoeveel andere je er hebt. Dus 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Je hebt dus 8 verschillende patroontjes voordat hij terugkomt. Dan hebben we deze bredere. Eigenlijk een beetje zo nieuws, zo krantenpapier eigenlijk. Daar lijkt het wel op. Met ook heel veel verschillende, hoe zeg je dat? Designs op.
En dan eerst afknippen. Ze plakken heel goed. Dus dat is al positief. Zo. En als je hem plakt, is hem eigenlijk nog bruiner. Hier oogt hij dan zo wat meer zo met een rozere tint. Maar hier is hij meer bruin. En dan de andere brede, die eigenlijk lijkt op gewoon oud papier. Ik ga er ook op zetten. En die heeft echt zo precies zo die randen, zodat het echt uit een tijdschrift komt, zeg maar. Zo, ik heb ze even van plaats veranderd, dan ga je ze beter zien. Dan gaan we onze grid. Dus je hebt een meer groenigere, een bruin-rode eigenlijk, een blauwe en een zwarte. Dus die ga ik heel eventjes naar elkaar doen. En dat zijn ze dus met grid. Dus de zwarte, de blauwe, de rood-bruine en de groene. En dat kan echt overal van pas komen. Dus dat is echt zo ene die bij alles past en met alles gaat. Dan hebben we deze met de cijfertjes. Dus je krijgt ook een N-teken en dan een 0 tot 1. Ik denk wel dat uw N er niet overal op staat, als ik juist ben. Ja, zie, dat vind ik al pretty, hè. En die heeft echt heel mooi zwart als die opgeplakt is. Dus dat is echt heel, heel mooi. Dan gaan we deze, onze mistige wolkjes, eens uittesten. En ik ga overstappen naar de andere kant van mijn blad. Ja, dus dat is echt zo mistig. Dat is heel mooi voor zo winterspreads of herfstspreads of wanneer het gewoon wat donkerder is. Ik denk dan voor in het meer donkere dat we overgaan naar de grote. Die ga ik eerst allemaal swatchen en dan zal ik ze van dichtbij laten zien, anders gaat dat heel lang duren. Oké, dit zijn ze dus allemaal geswatcht. Ik heb er een paar dat ik echt leuk vind, een paar heb ik zo mijn twijfels over. Zoals deze met het alfabet, deze vind ik heel leuk. Deze op zich ook wel. En dan die met de teksten vind ik echt super. Dan hebben we er ook een met allemaal bekende namen op. Ik weet niet wie dat al zijn. Zijn de artiesten, kunstenaars? Ik weet niet. Dus moest iemand deze hebben en die dat weet, let me know. Deze en die vind ik persoonlijk wat minder. Deze alleen al omdat het niet in de juiste alfabetische volgorde is, dus dat stoort mij al. Hier is het, daar zitten ook zo teksten in, maar die zijn iets moeilijker om als geheel te hebben. Zoals hier gaat dat mooi op een lijn. Hier dat is zo wat ja, ambetanter om het zo te zeggen. Dus die vind ik bijvoorbeeld iets minder. De andere vind ik wel heel leuk. Dan gaan we over naar deze. Dus met de laarsjes en de meer herfstige uitstraling, zeg maar. Deze figuurtjes zitten er dus allemaal op. Ik zal er een paar opplakken. Zo, die heb ik hier geplakt. En dat geeft gewoon een extra toetstof om lege plekjes op te vullen. En dan als laatste hebben we deze. Dus dat ga ik net hetzelfde. Ik heb hier nog een klein plekje over swatchen. En daarna kom ik terug. En dan hebben we de laatste nog. Zo'n washi tapes vind ik echt altijd de max. Die hebben altijd zo'n toffe figuurtjes daarin. Ik heb hier ook nog de vlaggetjes en de cactus geplakt. En zoals die brede, daar staan dan verschillende figuren op. En ook zo kleine sceneries. Dat het echt super mooi maakt. Dat kun je echt overal waar dat je plaats te veel hebt, kan je dat plakken. En dat is de andere. Deze is meer zo met huisjes en die dingen. Gewoon echt super tof. Ik denk dat dat wel een van mijn favorieten is. Dan waren dit de washi tapes die ik heb ontvangen van de washi tape shop. Kort gezegd, het zijn goede washi tapes. Ze plakken goed.
Sommige zijn zo wat meer random. De andere vind ik echt heel leuk voor continu te gebruiken. Andere zijn goed voor spaties op te vullen of juist leuke achtergronden te maken. Dus daar kan ik echt op kwaliteit kan ik niks zeggen. Het is gewoon de standaard washi tape kwaliteit die je bestelt als je online ergens bestelt. Maar ik vind ze wel heel leuk. Ik had er nog geen enkele, dus daar ben ik super blij mee. Ik zal ook even hieronder de site van de washi tape shop linken en ook hun Instagram. Kan je altijd eens gaan kijken als je wilt. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug. Doei!